Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt van Rome, de Agent. En inderdaad, de Agent is weer terug. Gewoon de oude Agent, met een camera erin, zoals we die eigenlijk kennen. Hij is alleen ietsjes gefine-tuned als het ware. Dit boord is geschikt voor iemand die gewoon lekker speels een berg af wil. En gewoon wel redelijk wat controle wil. Eigenlijk gewoon alles wil kunnen doen. Een perfect top-to-bottom board eigenlijk, zo kan je het vaak wel zien. Geschikt voor het park, geschikt voor side hits, geschikt voor piste, poeder kan ermee. Hij komt het best op zijn recht als je gewoon ietsje speelser ermee boort eigenlijk. De shape is dus een fusion camber. En wat dat wil zeggen is, je ziet het al, hij heeft gewoon een lekkere camber erin zitten. Maar de camber die stopt ietsjes eerder, die stopt ongeveer hier. En wat dat doet is... Als je hem hier laat stoppen, dat scherpe randje hier, waar je vaak net een beetje door onderuit kon gaan, die hebben ze een beetje eraf gehaald, waardoor hij wat vergevingsgezinder wil worden. En als je erop gaat staan, krijgt hij ook off-piste ietsjes meer float, omdat ja, zodra je erop gaat staan, komt hij nog iets meer omhoog eigenlijk. Dus het is nog steeds gewoon de grip, de precisie, de pop die we gewend zijn van een camber. Alleen hebben ze hem ietsjes geperfectioneerd, fijn getuned, zoals ik eigenlijk al wel zei. Het is een twin. Allebei de kanten precies hetzelfde. De nose, de tail, precies hetzelfde. De flex, precies hetzelfde. Het maakt niet uit of je hem switch rijdt of niet. Zoals ik al zei, wat speelser boord, natuurlijk ga je deze ook gewoon switch rijden. Dus belangrijk dat dat er ook gewoon mee kan. Hij heeft een medium flex. En een medium flex past hier gewoon perfect op. Het zorgt ervoor dat hij ontzettend veel pop krijgt. Er komt er nog meer over de pop, want ze hebben een hoop ermee gedaan om hem die pop te geven. Maar het maakt hem gewoon lekker heel erg all around. Het zorgt ervoor dat hij niet te stijf wordt om nog te kunnen jibben of te butteren op de piste. En hij is niet te flexibel om nog eens een keer wat harder een piste af te kunnen carven. En even te laten zien dat jij ook snel kan, zeg maar. Dus dat zo'n medium flex is gewoon ontzettend mooi en passend bij zo'n soort board. Hij heeft een popcore. En wat dat wil zeggen is, het is voornamelijk, het is gewoon volledig hout, maar ze hebben... Een sterk soort hout hebben ze voornamelijk gebruikt erin. En ze hebben een aantal strips met wat lichter, poppier hout hebben ze gebruikt. Zodat die net ietsjes lichter wordt. Nog steeds heel mooi stevig blijft. En toch dat die snap krijgt. Nou, als we het er dan toch over hebben, dan zul je hier meteen een mooie bobbel zien als het ware. Dit is de Hot Rod. En wat de Hot Rod doet... Of eigenlijk is, laat ik daarmee beginnen. Dit is een bamboe staafje. En dat staafje bamboe wil gewoon heel graag terug naar zijn oude vorm. Dus het moment dat jij daar kracht op gaat zetten op die til. Het moment dat jij hem gaat laden voor een ollie. Een sprong. Wil die gewoon nog meer omhoog komen. Dus geeft hij jou nog meer pop als het ware. Zoals ik al zei, ze hebben een hoop eraan toegevoegd om hem ook de pop te geven die erin zit. Nog zo'n dingetje, er zit Biax fiberglas in. En ik vind de combinatie van de Biax fiberglas die ze erin hebben gedaan, samen met het carbon dat in de lengte loopt, vind ik echt een hele vette combinatie. Omdat als je die er nog bovenop gooit, krijg je en gewoon nog ontzettend veel meer leven in je board. Weer dat popverhaal. En dat Biax fiberglas ligt dus in twee richtingen. Dat zorgt ervoor dat hij torsioneel wat flexibeler aan blijft voelen. En dat hij wat vergevingsgezinder blijft en gewoon leuk, vrolijk aan wil voelen. Ja, zoals je toch wel zult merken, ik was echt wild enthousiast van dit board toen ik hem weer een keer kon testen. Ik heb er echt dagen lol op gehad zelfs. En wilde eigenlijk het liefst gewoon erop blijven boarden. De base is een sintered base. En wat een sintered base wil zeggen is dat hij sterk is, snel is. En je goed moet blijven waxen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het zijn echt samengeperste korrels, dus dat maakt hem heel snel. Weinig weerstand als voor de sneeuw om van voor naar achter de weg te kunnen vinden. Maar je moet hem goed blijven waksen en dan heb je gewoon ontzettend lang lol van dit board. Zal die heel snel zijn, heel sterk zijn en ontzettend breed inzetbaar, zoals ik al wel een paar keer heb gezegd inmiddels. Dit is de Rome Agent, geschikt voor iemand die gewoon speels en goed een berg af wil komen. Zo kan je het eigenlijk gewoon zeggen. Heel breed inzetbaar. Leuk op de piste. Leuk met side hits. Leuk met wat... gewoon goede carves. En vooral gewoon heel vet in het park. Wil je er nou nog meer over weten? Kom even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we jou er nog veel meer over. Of kijk even bij ons op de website downtown.nl. Daar vind je altijd nog veel meer informatie. Ook over onder andere dit board.
Dit is de Rome Agent. Hij is er weer.